Bond van de SLM ontstemt over de prestatiebeloning van directeur Steven Gonnage. De Guyaanse regering heeft daar diepe zorgen geuit over de Essequibo-regio. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 28 maart 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Wederom rumoer rond de burelen van de SLM. De Ware Tijd meldt dat de bond van personeel bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de BP-SLM, boos is dat directeur Steven Gonnage al enkele jaren een forse prestatiebeloning ontvangt, die wordt toegekend aan piloten die meer dan een gemiddeld aantal uren productie hebben geleverd. Gonnage werkt echter niet meer als piloot en heeft daar dus geen recht op, meent bondsvoorzitter Marcia Klumper. En dat doet ze in een brief die ze dinsdag namens de bond naar de SLM heeft gestuurd. Het ongenoegen over deze, in de ogen van de bond onterechte toelage, waarbij het gaat om grote geldbedragen van duizenden US dollars die worden uitbetaald, heeft alles te maken met de zeer penibele situatie waarin de staatsonderneming al jaren verkeert en waardoor het personeel op alle fronten de broekriem moet aanhalen. U heeft op verschillende momenten geduld gevraagd van het personeel en aangegeven dat ook u inlevert, schrijft de bond. Het schrijven van de bond is ook gestuurd aan diverse regeringsinstanties, waaronder de president en de vicepresident en de minister van Transport, Jurakit Ramsaran. Gonnage bijt echter van zich af. Mijn advocaat is ermee bezig en de mensen mogen hun borst nat maken. Ze krijgen een gepast antwoord, zegt directeur Steven Gonnage in Key News als reactie op het schrijven van de bond. Hij betreurt dat de bond zich verlaagd heeft tot het niveau en zegt: dit is een onterechte beschuldiging naar mijn adres. En dat laat ik over aan mijn advocaat en die zal hierop een gepast antwoord geven. Gonnage zegt verder dat hij de bond geen enkele verantwoording schuldig is over de inhoud van de arbeidsverhouding die hij heeft met de SLM. Dat gaat de bond niets aan. Hij is op die positie om het bedrijf weer gezond te maken en de belangen van het personeel te behartigen. En over het personeel kan ik wel met de bond praten, maar de bond moet zich helemaal niet houden over mijn persoonlijke regelingen bij SLM. Hij kritiseert de houding van de bond en wijst op de meerdere door de bond aangespannen rechtszaken die men verloren heeft. Hij vraagt zich af waar de bond mee bezig is. Er wordt nu geprobeerd om mij persoonlijk in een kwaad daglicht te plaatsen. Aldus Gonnage. De Guyanese regering heeft daar diepe zorgen geuit over de recente wetgeving aangenomen door de Venezolaanse Nationale Vergadering en die aanspraak maakt op het Essequibo-gebied. Dit gebied wordt nu door Caracas geclaimd als integraal deel van Venezuela. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Georgetown heeft nadrukkelijk verklaard dat Guyana's soevereiniteit en territoriale integriteit te zullen verdedigen, conform het internationaal recht. Dagblad Suriname heeft gemeld dat Guyana recentelijk steun heeft gezocht bij westerse bondgenoten. Er werden Britse marineschepen welkom geheten in de Guyaanse wateren voor de bestrijding van smokkelactiviteiten en ook de Verenigde Staten voerden verkenningsvluchten uit boven het gebied. En insiders leggen dan deze actie uit als een indirecte militaire ondersteuning van Guyana in het licht van de spanningen met Venezuela. Ook zijn er belangrijke ontmoetingen geweest van de top van de Verenigde Staten politici en de CIA-directeur aan Guyana. Voorts heeft Guyana voor miljoenen dollars aan wapens gekocht van de Verenigde Staten en voert het gesprek met India over de aankoop van verkenningsvliegtuigen. Deze militaire houding en internationale steun kan gezien worden als een beschermingsmaatregel voor de omvangrijke olievoorraden in Guyana. Met de naderende verkiezingen in Venezuela in juli en de mogelijkheid tot herverkiezing van president Maduro heeft Caracas zijn militaire aanwezigheid langs de grens met Guyana versterkt. De Venezolaanse troepen hebben het Essequibo-gebied nog niet betreden. En natuurlijk staat de militaire slagkracht van Guyana niet in verhouding met die van Venezuela. In het geval van een militair conflict is Guyana afhankelijk van de steun van onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit sluimerende geschil kan eventueel escaleren tot een grootschalig conflict op het Zuid-Amerikaanse continent.
Het kort geleden gehouden referendum, waarmee Venezuela aanspraak maakt op het Essequibo-gebied, kan leiden tot annexatie voor de een en verdediging door de ander. En dit zorgt voor instabiliteit in de regio. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuwsmelder kunt u natuurlijk doen. Suriname@regionieuws.tv. En spreek het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en in ieder geval fijne paasdagen.